Hoe ervaren lezers teksten van de overheid? De lengte en toon van een tekst hebben veel invloed op de beleving van de lezer. Lange teksten komen intimiderend over. Deze lezer legt uit waarom hij dat vindt. Dit is ook een gigantisch lap tekst, kan intimiderend overkomen. En dat komt deels omdat ik slagzien ben, maar ook grote lappen tekst betekent ook veel info. Info waarvan ik misschien 90% niet eens nodig heb. En dat kan naar mijn mening best wel vervelend zijn. Dat is eigenlijk wat ik bedoel met intimideren. Zoveel informatie, maar uiteindelijk, misschien heb ik maar 10% nodig van die info. Misschien moet ik heel erg zoeken. Deze tekst gaat over een aanmaning van de gemeente. Daarin staat dat de parkeerpas van de lezer wordt geblokkeerd als diegene niet op tijd betaalt. Ook kan de gemeente de auto in beslag nemen. Dit is wat lezers erover zeggen. En wat vind je van de toon van de tekst? Een beetje zo van, goh, als je me nu niet 100 euro betaalt, dan gaan we dit blokkeren. Dus het is een beetje, nou weet ik niet hoe vaak die al gewaarschuwd is, maar als het de eerste keer is, zou ik het niet zo opstellen. Een zeer intimiderende brief. Die zit wel gemaakt. Het kan wel wat vriendelijker. Ze gaan er al bijvoorbeeld uit dat iemand iets schuldigs doet. Hè, bewust dat niet betaalt. Dat is ook het flessen. Dat is op jullie de muur van de brief. En als je niet gauw opschiet, gelijk beginnen met de sancties. En niet, ze gaan er helemaal niet van uit dat ze hun ook een foutje kunnen maken. Dat zit er helemaal niet in. Ze gaan gelijk volop het. Als je strak de been gaan ze erin betalen, anders slepen we de auto weg. Een sterke negatieve emotie bij een tekst kan ervoor zorgen dat mensen minder hun best doen om brieven en regelingen van de overheid te begrijpen. De volgende tekst gaat over de voorwaarden voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Sommige lezers vinden die te streng voor mensen die weinig te besteden hebben. Ik kan me voorstellen dat je als je een auto van een ton rijdt, dat je niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. Maar heb jij gewoon een tweedehands wagentje van 12 jaar oud wat 2000 euro kost, dan kom je niet in aanmerking. Dat vind ik een idioot. Word ik boos. Dan denk ik van joh, dat is normaal. Monitor begrijpelijkheid overheidsteksten 2022. Een onderzoek van TaalUnie, Han University of Applied Sciences en Universiteit Utrecht, met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Download het rapport op taalunie.org/monitor. Han, open up new horizons.